moet uit zijn armen blijven en goed op zijn benen bewerken. Ja, hij moet neer op zijn benen. Hoeveel ronden weet ik niet, maar hij krijgt het heel zwaar. En ik ook. Ja, en we beginnen in de tweede ronde van dit wereldkampioenschapsgevecht. Zo stond het aangekondigd. En wel in het middengewicht tussen de Nederlandse uitdager en Europees kampioen Rob Kaman. Die u ziet in de rode broek. Hij is iets langer dan zijn tegenstander. En die titelverdediger, de Amerikaan John Moncayo. En een en ander speelde zich af op 23 september in de Amsterdamse Jaap Edehal. De Amerikaan begon erg onstuimig. Iets te onstuimig zou je zeggen voor een wereldkampioen. Die kan het rustig aandoen. En hij oogste ook wat succesjes in die eerste ronde en ook in het begin van de tweede, die u nu ziet. Maar het leek allemaal erger voor Rob Kaman dan het in werkelijkheid was. Op de achtergrond hoort u wat vrolijke Thaise muziek. En dat is muziek uit het land van herkomst van het kickboksen. Dat de prestaties van de deelnemers moet stimuleren. In het verloop van het gevecht kreeg Kaman steeds meer vat op zijn tegenstander, al zou je dat hier niet zeggen. Maar echt aangeslagen raakte hij er niet door. Elf ronden van 2 minuten. Zo was het afgesloten, normaal is 3 minuten. Ze moesten ook in een lange broek vechten en met voetbeschermers. En normaal, in Nederland wordt dan gevochten in een korte broek en zonder die beschermers. Maar het ging hier volgens de Amerikaanse en ook Japanse regels. Ja, en hier komt de Amerikaan erg goed door met een rechtse trap. En dat komt wel even aan, dat kan ik u verzekeren. Ja, en daar ligt dan de gebitsbeschermer van de Amerikaan. En het is toch wel handig als je die in je mond houdt. Ja, einde van die tweede ronde. En er viel nog erg weinig van te zeggen wie er nou zou gaan winnen. De derde ronde. En Rob Kaman die ging zich steeds beter instellen op die onstuimige Amerikaan, die Moncayo. De Amerikaan bleef aanvallen. Kijk eens eventjes. Goedemorgen. Ja. En daar krijgt hij dan een trap terwijl hij valt. En dat mag zelfs niet met het kickboksen. Hij kreeg een trap in de liefstreek. En het risico dat kickboksers hun verdere leven met een piepstemmetje moeten slijten, dat willen ze dan ook niet lopen. Dus de Amerikaan wordt niet uitgeteld. Hij krijgt de gelegenheid van scheidsrechter Van Heumen om zich te herstellen. Hier ziet u het nog een keer in de slow motion. Kijk, hij valt. Ja, en dan komt die trap. En ai, 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 ai. Hij wordt even vermanend toegesproken op Kaman. Dat moet je echt niet meer doen, jongen. Maar goed, we gaan weer vrolijk verder. Geen disqualificatie voor op Kaman. Maar helemaal jovel voelt de Amerikaan zich toch niet meer na dit incident. Kijk, hij krijgt een trap op het rechter standbeen. En dat zal hem toch pijn blijven doen. Agressief is er nog wel bij de Amerikaan, maar de overtuiging ontbreekt. En hier kreeg hij weer zo'n trap tegen dat rechterstandbeen. En u ziet, hij heeft er last van. Komt wat moeizaam overeind. En het is nu de Amerikaan die meer ligt dan staat. En hier neemt Kaman de aanval van de Amerikaan eigenlijk over. Maar hij heeft zoveel last van het rechterbeen. Ja, dit zegt eigenlijk wel genoeg. De wereldkampioen is geveld. We leveren een nieuwe wereldkampioen. Ja, zo gaat het om kickboksen. Morgen is er trouwens weer een kickboksgala in Amsterdam in de Hoeksteen. En de liefhebbers van het conventionele boksen die kunnen 17 oktober terecht in het Haagse congresgebouw met onder andere Rudy Koopmans en Alex Blanchard in het programma. Rob, dat ging sneller dan we dachten. Ja. Het is een taaie jongen, hij heeft 1 sterk punt. Zijn rechts die direct, dat wist ik. Ik ben uit zijn buurt geweest, af en toe heb ik wat risico genomen. Maar dat deed ik hem om hoge tempo te laten vechten. Hij wou het gaan forceren op een gegeven moment. Dat was mijn bedoeling ook.
Ik heb nog niet eens hard getrapt naar het lichaam, naar het hoofd. Dat wou ik bewaren voor de latere rondes. Het stoot heb ik alleen als inleiding gebruikt, af en toe als hard. Wat gebeurde er nou precies? Die beslissende tik? Drie keer. Ik ging op een gegeven moment veranderen van gevechtsstand rechts voor staan. En ik wist dat hij alleen links blokkeerde. Toen stapte ik een paar keer naar zijn lichaam, toen stapte hij helemaal frontaal in. Toen kreeg hij een paar keer op zijn staanbeen. Toen was het. Je bent nou wereldkampioen, nu verder. Amerika, Hongkong, Japan. Een Nederlandse wereldkampioen in deze nog onbekende gevechtsport voor ruige binken en keiharde kerels.